Goedenavond. Nederland zit nu officieel in een recessie, maar maakt u zich geen zorgen. Wij van Dit Was Het Nieuws bezuinigen maar op twee dingen. Op licht en op lengte. Tot volgende week, mensen. En dit was er nog meer in het nieuws. Ook Balkenende van de partij op Nationale Voorleesdag. Vogelpest nu ook seksueel overdraagbaar. John de Wolf druk met huiswerk trainersopleiding. Nieuwe kandidaten All You Need Is Love niet overtuigend. Inge de Bruin, ondanks SARS-dreiging, toch naar WK Hongkong. Welkom bij een nieuwe serie van Dit Was Het Nieuws. Of zoals de moeder van Balkenende het noemt, je kunt het ook gewoon uitzetten, jongen. Dit zijn de teams van vanavond. Naast Raoul Heertje, een cabaretier van wiens simpele aanwezigheid iedereen al vrolijk wordt, Hans Dorrestein. Naast Jan-Jaap van der Wal, popjournalist, presentator en beroepsbelg Marcel van Tilt. Ja. Ik doe wat ik doe, ook al in de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag: waar gaat het over? Voor Raoul en Hans. Dus Balkenende. Heel goed. Ja, ja, de wedding. Die is binnen. Hey, die hebben we, hè? Dietrich. Dietrich Boris. Nou ja, dit is het Binnenhof. Ik bedoel, Balkenende is dit, ja. En Zalm zie ik ook. Dus ik vind eigenlijk, iedereen zit altijd op hem te kankeren. Ze vinden iets meer mankeren aan zijn lipjes. Wie, van Balkenende? Van Balkenende. Nou, ik vind het juist een hartstikke leuke... Ik vind ook, ze zeggen ook dat hij niks zegt. Ja, dat is toch ook zo? Hè? Nee, ik vind dat hij hartstikke helder is en duidelijk. Vind je dat echt? Of ja, vind ik echt. Doe je dat voor je spelletje? Nee, helemaal niet. Want ik... Heb jij op hem gestemd? Nee, geloof ik niet. Misschien niet. Nee, is dat een beetje een... Maar ik erg hem helemaal kapot. Als mensen zeggen dat hij niks zegt, hij praat niet anders dan de andere politici. Nee, maar hij zegt echt helemaal niks. Hij heeft gewoon 3-4 standaards. Die anderen hebben nog verschillende. Hij zegt altijd, we moeten het op een rijtje zetten. We moeten het in kaart brengen. Hij zegt helemaal niks. Ik heb helemaal niet zo'n hekel aan de man. Ik vind het... Ja, omdat ik hij vind niks het een, is. Je nee, stel nou voor, je hebt deze man heb je als leerling in de klas. Ik heb lessen gegeven. Ja? Nou, dan ben je er niet ontevreden mee. Ja, maar dat hij is... Zal... Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Maar dat is juist het probleem. Je moet toch een beetje een niet een hufter, maar wel een beetje... Hij is echt te braaf. We hebben echt problemen in dit land. Dan moet je toch niet zo'n sukkel hebben die in jouw klas het goed zou doen. En dan heb je hem in je klas en dan vraag je, nou, Jan-Peter, wat zijn de kokkenwerkwoorden? Zegt hij, ja, dan moet ik eerst even op een rijtje zetten. Ja. Even in kaart brengen, kijken of er genoeg draagvlak is en dan zou ik het je zeggen. Nou, ja, maar dat is toch beter dan iemand die zegt, moet je een klap voor je hartjes hebben? Nou, dat is het is minder dan iemand die gewoon de kokkenwerkwoorden zegt. Hè? Wat? Het is minder dan iemand die gewoon de kokkenwerkwoorden opnoemt. Ja, dat is waar. Maar ja, de kokkenwerkwoorden is hij niet zo goed in, maar... Nee, maar ik heb geen gevoel, je merkt niks van wie hij zelf... Nou, hij is zo niks, hij is alleen maar woorden. Begrijp je? Zo'n Salm, daar ben ik het vaak niet mee eens. Maar dan denk ik wel, daar zie je wel een soort... Dat is een mensachtig figuur. Ja, dat vind ik. Balkenende, nee, daar heb ik niks. Ik hoor alleen maar woorden. Je komt... Maar ze blijven in ieder geval 3 jaar zitten, dat hebben ze al gezegd. We blijven in ieder geval 3 jaar zitten. Dus ze zijn wel voorzichtig, want normaal gesproken spreek je altijd al voor 4 jaar. Maar zij zeggen, nou, we doen in ieder geval 3 jaar. Heb je dat gezegd? Ja, dus de besparingen ook in ieder geval. Ja, dus als het dan uiteindelijk valt, dan zegt ja, maar we hebben toch 3 jaar gedaan. Serieus, 3 jaar genoeg? Hebben we nog een mening over de formatie nu? Al die onzin is voor niks geweest. Want het vorige kabinet was natuurlijk ook vooral VVD, CDA. Het is gewoon Zalm, is nog steeds aan de macht. Dat is zo raar. Er is heel veel gedoe. En dan gaat er gewoon weer verder. Ja. En dat vind ik wel raar. Meneer Dorrestein, niet erg. Nee. Nee, ik vind het leven op zich al zo geweldig spannend... dat ik blij ben dat er niet te veel verandert. Dat is toch. Dat is een tegeltje. Kan jij niet?
Ja, na maanden van onderhandelen hebben CDA, VVD en D66 dan eindelijk een regeerakkoord bereikt. Er hoeft nu alleen nog maar een ministersploeg te worden gevonden en het kabinet kan beginnen. Ik heb er nou genoeg van om de hele tijd als kinderachtig moederskindje te worden neergezet. Al dus Jepie Pepie, die daaraan toevoegde. Ik zie drie grote problemen opdoemen voor het nieuwe kabinet. Economische recessie, integratie en er was mij een ijsje beloofd en heb ik nog steeds niet gehad. Voor beide nog een filmpje. Dit, ja, dit is een... Wordt er geschoten op die een man? Een sluipschutter. Dat is die, dat is die spion, toch? Ja, spion. Ja. Van de IRA. Verschrikkelijk bij de IRA is een spion. Dat is echt een hele foute man. En die schijnt gewoon voor de regering te werken. En dat is dus het probleem. Dat het terrorisme vooral van mensen komt die gewoon voor de regering werken. Dat is, die man, dat was echt een enorme... Tenminste, als het waar is. Ja, want ik heb een filmpje gezien. Daar was hij naast een advocaat. En wat was hij heel zielig. Ik denk, dat kan hij nooit gedaan hebben. Dus jij gelooft die man? Ik weet niet of dit bericht verzonnen is. Steak knife. Steak knife, ja. Steak knife. Het kan dus alle kanten op. Het kan een beul zijn, verschrikkelijk. Ja. Maar het kan ook zijn dat hij erin geluisterd is. Dan is hij zielig. Maar zelfs kan het spion. Bij Stratego kan een spion de maarschalk verslaan. Hè? Ja. Als enige. En daarnaast is hij de laagste. Gespeeld, dus als je Stratego, levend Stratego, gingen we altijd doen in de bos in Ameland. En dan moest je altijd met de spion en de generaal. Want de spion kon de maarschalk verslaan. En alles wat onder de maarschalk was, dat was voor de generaal. Waren er ook kinderen die bom deden? Ik was altijd vliegdekschip, was ik. Nee, dat zit helemaal niet in de Stratego. Nee, maar ja, weten die kinderen dan? Jij deed helemaal voor spek en bonen mee. Ja, tuurlijk. Jij deed gewoon helemaal niet mee. Jij was gewoon de loser van het hele spel. Ja, nee. Jij deed helemaal niet mee. Ik zat... Ze zetten jou onder een bosje, jij bent een vliegdekschip. Dat is helemaal niks. Nee, dat verzon ik zelf. Ja. Ik zat gewoon in het bos met dat briezer. En dan kwam er een kind om af en die zei, wat ben jij, vliegdekschip? En dan weer wegrennen, weet je. Perfect gewoon. Maar ik vind het wel een eng verhaal. Ja. Want dit als het waar is, wat ik toch wel een beetje aanneem... dan is het dus gewoon een man die... spioneren, dat is natuurlijk goed. Alleen omdat hij moest geloofwaardig zijn. Dus hij heeft allemaal mensen vermoord. Maar hij schijnt dus ook mensen vermoord te hebben... die aan het overdenken waren om dingen te verraden aan de regering. En die heeft hij dan weer vermoord. Dus hij was gewoon de goorste hufter van de hele IRA. Hoe moet dat nou? Dat je zelfs de IRA niet meer, dat je ook daar niet meer elkaar kan vertrouwen. Dat is ook raar. Ja, dat ik je heb... in die IRA denkt, ja, maar je bent toch ook een terrorist. He? He? Maar dat je dus elkaar niet meer kan vertrouwen. Oh, dat is ook die André de Vee, die is ook gepakt door mensen in de gevangenis. Ja. Dat waren weer verklikkers. Dus zelf criminelen onderling, die kun je niet vertrouwen. Nee. Die nee. kun je dan nog vertrouwen. En die ronselaars voor de jihad, die zijn dus ook door de politie als getuige gevraagd. En die zijn meegenomen naar Duinrel. In een tikibad. Nee. Terroristen in een tikibad. Echt, maar ik weet nog dat ik daar was en dat er eentje een boemetje maakte. Dus ik dacht, nou, dat klopt niet gewoon. Dat klopt gewoon niet. Waren die in Duinrel? Ja, die hebben ze meegenomen naar Duinrel om ze daar ook te ondervragen. Dat waren dan ook kroogtuigen. Sta helemaal paf. Waar heb je dit gelezen? Ja, hè? In de geheime krant. Nee, gewoon in de krant. Nee, maar... Het wordt dus gewoon... Omdat de politie die kunnen zelf niet meer dingen ontdekken. Omdat ze ook te veel politie... Er was laatst ook een documentaire over mensen die dan zakkenrollers moeten vangen. Gewoon ter plekke. Ja. Alleen die mannen, die zijn dus agenten, maar die werden dus getraind... om niet op agenten te lijken. Dus die moesten enorm afvallen en zo. En daar gaat het dus om. Omdat de politie zelf, dat loopt veel te veel in de gaten. Dus je moet dat... op die manier spelen. Dat is helemaal goed. De Engelse spion Alfredo Scappatici, want zo heet hij... bij zijn vrienden bekend als de Steak Knife... moest deze week stoppen met zijn infiltratie bij de IRA. Nu bekend is dat hij voor de Britten werkte... is zijn leven in gevaar gekomen. Steak Knife is een spion. Steak Knife betekent spies. Spreek je spies uit op zijn Engels, dan krijg je Spice. En deze week werd bekend dat Old Spice... een van de oudbolligste aftershave-merken aller tijden is. Dat is beangstigend, hoor. Om te zien dat alles samenhangt. Ja. De AIVD probeert ook al jaren bij de IRA te infiltreren. Makkelijk gaat dat niet voor deze agent, die bekend staat als de plaksnor. De stand na de eerste ronde, vertrouwd en toch niet vervelend. Het is 4-4.
Als Cor Boonstra, die zonder voorkennis te laat komt voor de Musical Awards, glippen we zo onopvallend mogelijk de tweede ronde in. Opmerkelijke krantenkoppen met de vraag: welk bericht stond hieronder? Voor Jan-Jaap en Marcel. Kiezen tussen krat en bijl. Goh. Ja, dus welke hoofdpijn wilt u vandaag? He? Een krat pils of gewoon met de bijl? Kiezen. Wil je meer pils dan met die bijl dan de krat in twee? Heb je twee keer zoveel pils? Ik heb geen idee. Ja. Nee, dat dacht ik al een beetje. Ja. Of het kan ook zijn... de vogelenpest. Is het echt? Ja, hebben jullie er al last van in België, de vogelenpest? Vogelen betekent in het Belgisch totaal iets anders, vriend. Sorry. Er is vogelpest. Ja. Dus, en dat vind ik zo mooi... Mee naar België, namens ons. Ja? Vogelpest. Ja. Jullie hebben het al. Om eens te laten zien. Ja. Vogelpest is bij de kip. En dat vind ik zo cynisch dat de vogels die niet kunnen vliegen, dat die de vogelpest krijgen. Ja. En die worden dus nu geruimd. Dat moet, snap je? En dan kan je een kratje kopen om ze in te doen en dan af te leveren als de ruimingsdienst komt. Levend doe je die in een volgens mij wel. Echt waar? En dan geef je die mee. Is zo'n klein kratje? Zijn het geen scharrelen, vogelpest? Ja? Nee. Het is gewoon een kratje met statiegeld. Ja? Maar de echte professional kippen die zijn al allemaal afgemaakt. En je hebt nu alleen nog de hobbykippen. Dat zijn kippen die normaal gesproken... Speeltuin is dat toch? Heb je zo'n... Hobbywitkip. Nee. Hobbykip, toch? Hobbykippen, dat zijn kippen die gewoon normaal voor hun werk gewoon pony zijn. Wipkippen. Wipkippen. Sorry, ik had het fout. En hobbykippen, dat zijn kippen die vooral s'avonds en in hun vrije tijd gewoon kippen zijn. Maar wat zijn hobbykippen? Wat zijn dat dan? Dat zijn kippen die normaal gewoon een baan hebben, weet je wel. Pony of zo. Ja, in het weekend. Of dat je kip als hobby hebt. Ja. Dat je ze inplakt. Oh, dan heb ik dubbel. Heel zeldzaam kippetje. Nou ja, goed. En die moeten dus nu ook afgemaakt worden. En dat is natuurlijk een kwestie. Want doe je dat of niet? Want er was al heel lang geen vogelpest meer. En die kippen die zijn in principe gewoon gezond. Alleen ze willen geen enkel risico nemen. Dus je stopt ze in een kratje. Of er komt iemand met een bel en die maakt ze dan af, Marcel. Ja? Maar doe je dan als het in een krat zit? Wat gebeurt er dan? Dan moet je ze ook inleveren of zoiets. Ja, dan gaan die naar steekhuizen. Juist om ze erin zetten, worden ze daarna vergast. Vergast? Ja. Jongens, dat ben ik niet. Het kratje is, als je drie kratjes hebt, dan kan je de single van Jim gratis. Wat? De single van Jim gratis. Ja. Nee, maar nou wil ik jou even een gewetensvraag stellen. Stel, jij hebt in je huis hobbykippen. En wat je ermee doet, het maakt me geen zak. Maar goed. En dan komen er dus mensen aan door die zeggen, jouw kip moet geruimd worden. En die mensen hebben echt een band met die kippen. Ik zou ze niet wegdoen, nee. Echt verstoppen in een kast. €900 boete, hè? Ja? Als ze ontdekt worden, ja. Ja, maar ik heb geen kippen. Ik heb nooit kippen gehad. Ik haat kippen. Ik heb nooit kippen. Nee, heeft mij gedaan. Het is hypothetisch. Hypothetisch, Hoe speel je dat, hypothetisch? Met een H. Heel goed. En dan... is al goed. Het is wel moeilijk, hoor. Ja, ik heb een hond trouwens, ik heb helemaal geen kippen. Oh, ja. Is mijn probleem niet, laat me ertussen. Ja. Laat je ertussen. Laat me ertussen uit. Ja. Laat me ertussen. Laat me ertussen. Ja. Is dat echt Belgisch? Tussen de kippen, hè? In dat kratje? Ja, laat me ertussen. Ja. Het ergste is dat kippen een hele grote doodsangst hebben. Echt waar? Nee, dat is echt waar. Ja, echt waar? Nee, dat is echt waar. Ik heb eens een keer op een nacht... Ik woon altijd in kleine dorpjes. En op een nacht werd ik gevraagd of ik mee wilde helpen de kippen te vangen. Die werden op transport gesteld. En ik zeg, bevel is bevel, dacht ik bij mezelf. Dus. Nou, toen ben ik meegevangen. Dan gaat het licht in zo'n hok helemaal uit. Ik geloof dat er 1000 kippen zaten. En we hadden bijna alle kippen gevangen. En opeens zag ik er eentje zo... Oh, ik ga nu het beeld uit... die zag ik zo achter een balk gaan staan. Met zijn handen op zijn rug zo. Ja, kippen hebben altijd... Ik zou zeggen... Kippen hebben altijd handjes op hun rug. Ja. Daar zaten ze het kippen voor. Maar mooi, ik zag... En toen? Ja. Jij zag het. Ja, ik zag het. En jullie keken elkaar aan, zo het niet zeggen. Nee, helemaal niet. Ik ben heel stiekem naartoe gegaan. En jij loopt als een kip, daarom schrok hij ook zo. Daarom schrok hij ook zo. Ik kom op die hoek van dat paaltje, en de beste schrok ze helemaal om. Wauw!
Echt waar? En toen dacht ik, god, hij heeft door wat er gaat gebeuren. Want die werden natuurlijk geslacht. Maar je merkte aan die kippen, die waren allemaal... Het licht moet uit, want anders is er een geweldige paniek. En in donker kunnen ze bewegen ze niet. Maar hij had verdomd goed in de gaten dat er iets vreselijks ging gebeuren. Ja, nou kun je natuurlijk zeggen, ja, met zo'n kop zou ik ook verschrikken. Maar dat vind ik flauw. Nee, dat zeggen wij niet. Nee. Dat zou ik nooit zeggen. Nou, nee. Oké. Okay, maar ja, die kip voelt echt gewoon... Ach man, dat was heel duidelijk. Dat... Maar jij bent, lijkt me zo'n lieve man, dat je dan toch die ja, kip maar ik hou wel van... Ja, nee, ik wil niet hypocriet zijn. Ik eet ook graag een kippenboutje. Ja, maar je ging die kip toch niet zelf eten? Nee, die niet, maar die was symbolisch. Nee, maar waarom? Je kon die toch was symbolisch voor andere kippen. Ja, maar die als wel je die kip nou niet had, als jij niet had gezien, dan had niemand hem gezien. Dan had die kip nog nog jarenlang achter nou, dat paaltje gestaan. Waarom heb je dat gedaan? Dat is ook niks. Ja. Nou, ik wilde die mensen niet ik wilde ze niet een kip door de neus boren of zoiets. Het was goed. Het artikel ging over de hobbykippen in Nederland. Om het vogelpestvirus te stoppen werd ook het zogenaamde hobbypluimvee deze week verzameld en vergast. Maar sommige kippenhouders waren de ophaaldienst voor en brachten hun eigen dier om. Waarbij zij dus de bijl verkozen boven het krat. Dat was letterlijk de kop. Inmiddels zijn veel hobbykippen ondergedoken. In schuurtjes, soep en ragout. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb voor de zekerheid mijn tekkel alvast een nekschot gegeven. Voor Raoul en Hans. Bedreigd, bespuugd, getreiterd. Ik ben leraar geweest. Oh, ja. In wat gaf jij les? Nederlands, maar ik moest wel steeds aan de kinderen vragen wat het antwoord was. Want je wist het zelf? Dat wist ik zelf vaak. Maar was het bij jou orde in de les of niet? Nee, oh, 2 jaar lang. Ik ben in 1 jaar tijd ben ik 3 keer voorgesteld door de inspecteur van middelbaar onderwijs om op staande voet ontslagen te worden. Want die leerlingen stuurden jou steeds uit de les. Ja. Nou, nee. En nu in de hoek! Kom op! Nee. Ik stuurde er zoveel uit dat de rector tegen me zei... meneer Dorrestein, wilt u er niet zoveel uitsturen? Mijn kamertje was vol. Maar waarom? Zo slecht gaf ik les. Ik had geen orde. De proppen kwamen uren later nog... Bij de lokalen aan de andere kant moesten ontruimd worden... want daar konden ze elkaar toch niet verstaan. En dat heeft 2 jaar geduurd. Dan ben ik door die hel ben ik heen gegaan. Als ik 's morgens naar school fietste, zitten we nog in het programma? Of is het al afgelopen? Nee, nee, nee. Dit is ja, dan moest ik afstappen om over te geven en dan ging ik weer verder. Echt waar? Ja, dat was een rap. En na 2 jaar opeens op een dag dacht ik, ja, dit kan niet zo langer doorgaan. En na 2 jaar? Ja. Zo'n hele berg kots moest je steeds zijn. Het duurde 6 uur voor je op school. Als je maar in de klas had gekost, had je ze wel stil gekregen. Ja. Nou, ik betwijfel het. Jij kende die kinderen niet. Nee, maar goed, later. Dat is wel mooi, die zitten nu te kijken. Die zien jou nu. Ja. Dat zijn losers die met een zwart-wit tv nu naar jou kijken. Die lopen met kopjes naar de tv te kijken. Daar heb je hem weer. Niet weg te krijgen, nee. Maar goed. En toen? Na 2 jaar dacht je, toen op een gegeven moment ben ik anders les aan geven. Wat heb je veranderd? Ik heb ten eerste geen streepjesbak meer aangetrokken. Oh, dat helpt, ja. Dat helpt wel. Ik sprak ze niet meer aan met u. Dat is het geheim. En je boog niet meer zo. Nee, ik weet niet wat ik allemaal veranderd heb, maar vanaf het ene... Dat was de eerste dag. Er zat een vakantie tussen, maar dat was de... Oh ja. Ik had een werkstuk opgegeven. Daar gingen ze ook doen. Gingen ze doen. Jezus, jij helemaal paniek? Ze gingen vragen, man. Jij meteen kotsen natuurlijk. Maar er stonden ze om 4 uur nog bij de poort te vragen van... meneer Dorrestein, wat was het dit of dat antwoord op vraag 4? Nou ja, maar toen is het echt goed gegaan. Vanaf dat moment heb ik niet meer bedreigd, bespuugd en getreiterd. Nee. Nou, daar ging het dus niet over. Iemand een beter idee? Ging het niet over. Bedreigd, bespuugd, getreiterd. Zijn dit de treinterroristen? Oh, god. Ach, het is was nieuws van afgelopen week, hè? Zes boeren uit Grote Broek... waar wij ons gewoon druk over lopen maken. Zo verschrikkelijk. Ze zeggen allemaal dat het komt doordat ze geen buurthuis hebben. Nee. Ze hebben gewoon geen hersens, dat is het probleem. Ja. Had jij vroeger een buurthuis? Ik had geen buurthuis. We waren al lang blij dat we gewoon zelf een woningje hadden. Ja, lieve man.
ben jij, hoor. Echt een goede man. Echt waar. Ja. Dat is goed. Hangjongeren maken de lijn Hoorn-Enkhuizen onveilig. De NS zet nu extra controleurs in en een privébeveiligingsbedrijf. Saillant detail, de treinterroristen stonden inmiddels met een grote foto trots op de voorpagina van de Volkskrant. Ik stapte laatst in bij Hoorn, eerst 10 minuten staan wachten op het perron... en toen waren ze ook nog te laat met de bedreigingen. Volgens de ouders gaat het gedrag vanzelf over als de jongens een vriendinnetje krijgen. De NS heeft nu hoeren ingezet. Voor Jan-Jaap en Marcel. Geen zweepjes in de klas. Oh. Gaat dit over de prostitutieonderwijs? Oh. Komt er prostitutieonderwijs? Ja. Ja. De hoerenacademie. Jij gaat voorzeggen, ja. Echt. Bestaat dat? Een hoerenacademie? Een hoerenacademie. Ja. Wat zei? De oprichter zit in die. Ja. En dan mag je geen zweepjes mee in de klas, want dat is een afstudeerrichting voor in het derde jaar. Ja, specialisatie. Specialisatie SM. Dat is erg, zeg, dat je blijft zitten op de hoerenacademie. Ja. Ja. Dat ben je echt... Het is ook trouwens moeilijker als je blijft zitten. Ja. Een hoerenschool. Ja, er is een hoerenschool en dan gaan ze samen huiswerk maken. Maar hoe gaat het dan? Nee, maar het is gewoon onderin. Dat is natuurlijk toch een serieus beroep. Het oudste beroep op aarde, zeggen ze wel eens. Maar er is nooit onderwijs in geweest. Daar is nu onderwijs. En dat zegt D66 ook. Meer geld naar onderwijs. Het is eigenlijk een idee van Boris Dietrich. 100 miljoen extra voor de hoer. Weet je hoe die school heeft opgericht? Ja. Nee. Dat is die mevrouw van mevrouw Vis of zoiets. Vis? Van Ratelband. Die was vroeger bij Ratelband. Ja. God. God, die zou je maar als klant hebben, zeg. Ja. Dat is echt een jaar onderwijs helpt daar niet tegen, denk ik. Je bedoelt wie? Die Chaka. Die Chaka. Moet je nagaan dat je die in je bed hebt, man. Die elke als lullemonkel... Ja, Chaka, daar is hij! Yeah. Het enthousiasme, jongen, dat is toch niet leuk? Nee, dat denk nee, ik dat vind jij niks aan, nee. Als ik mijn best wellicht zou vragen of je zijn lul in hete kolen zou willen. Blijven geloven, Emiel. Blijven. Ja, maar jij moeten wij nu ook platte grappen gaan maken als een beurt? Nee, hoor. Een beurt ja, die heb je natuurlijk ook allemaal. Precies. Jij hebt natuurlijk ook allemaal dus doe maar. Een beurt krijgen. Een beurt krijgen. In de hoek. Mondeling. Wel op. Nee, dat is goed. Deze week is de eerste school voor hoeren geopend in Amsterdam. Op de Henky Penky School. Want zo heet het thuis. Henky Penky? Ja, echt. Leren prostituees in de dop hoe ze hun hitsige klanten zoveel mogelijk geld uit de zak kunnen kloppen. En verrassend genoeg blijkt het geven van weinig aandacht de mannen het meeste op te winden. Ja? Een school voor hoeren. Oké, daar komt hij. Op 10. Dan krijgen ze vast mondeling examen. Hé, hey, die had ik al. Op 9. Het is zeg maar een gemeenschapsschool. Op 8. Mij persoonlijk gaat het vooral om de bovenbouw. Op 7. Dus dat bedoelen ze met leernichten. Op 6 zou het lesgeld ook aftrekbaar zijn. Op 5, als je stout bent, krijg je een standje. Op 4 blijft de gewone school, dus je krijgt straf als je te laat komt. Snapt u hem? Te laat komt. Ja. Op 3, je kunt stage lopen achter het Centraal Station. Op 2, we hebben Frans, waar is lokaal 69? En op 1, doe je mond maar open, dan schrijf ik het huiswerk erin. Voor Ole en Hans, schat, mag ik de carrière even? Ja, als het met pindakaas is, dan zou het wel beter kunnen. Maar... Hoe dan? Nou, schat, mag ik de pindakaas even? Schat, mag ik de carrière even? Natuurlijk, maar... ik kan hem even niet vinden. Wat een droom, man. Hè. Zeg maar, geef meteen antwoord. Heb jij een goede carrière? Hoe beroemd ben je eigenlijk in België? Heel beroemd. Echt wat? 100% herkenning. Nee, maar serieus? Altijd. Ja? Ja, ik kan het op straat zien. Als ik niet herkend word, is het een Duitser. Echt? Ja, echt. En jij hebt een vrouw. En wil die geen carrière? Of die is die ook beroemd in België? Nee, die is niet beroemd. Sta je ook in de roddelbladen daar? Nee. Niet? Nee. Hebben ze een roddelbladen? Nee, we hebben brave journalisten. Heel goed. Ja, echt. Ik vind het erg hier. Hier staat echt iedereen... Ik lees het graag, hoor. Privé en weekend. Ja, het is echt...
Dan zit je ergens in een café. Enfin, die Patty Bracht zit dan ergens in een café. Te muilen. Ken je dat werkwoord? Muilen? Muilen? Nee. Tongzoenen. Hè, zo, oh, daar ging je met een schoen. En dan staat gewoon de week nadien staat er een foto in de Weekend. Van Patty Bracht staat te muilen. Ja. Staat er daaronder. Maar dat is toch niet de echte tong meer? Ja, dus dan... Ah, dat is het niet zo erg. Er was een artikel over het glazen plafond waar vrouwen die carrière willen maken tegen opbotsen. Dat is weer opnieuw onderzocht en het blijkt dat Nederland internationaal gezien niet erg geëmancipeerd is. Zelfs in Turkije zijn meer vrouwelijke hoogleraren dan hier. Ja. Dat was het. Een glazen plafond is vervelend, maar een betonnen balkon is ook niet alles. Eerst moeten ze allemaal een houten vloer en dan weer een glazen plafond. Het is ook altijd wat met die wijven. Stand na twee ronden. Het team van Jan-Jaap heeft het goed gefinancierd. En het team van Raoul heeft te veel afgetrokken. Het is 5-8. We hebben een nieuwe ronde waarin onze vrienden in 3 stappen van het een naar het andere onderwerp moeten. Ik zal het even voordoen. We hebben bijvoorbeeld Liza Minnelli. Komt nu in beeld. En dan moet je in 3 stappen naar doperwten. Nou, hoe zou dat gaan? Liza Minnelli heeft deze week de Lifetime Musical Johnny Kraaikamp Award gekregen. Johnny Kraaikamp speelt in dezelfde serie als Martine Bijl, het zonnetje in huis. En Martine Bijl heeft ooit reclame gemaakt voor die doperwten in die pot. Dus Liza Minnelli, Kraaikamp, doperwt. Nee, dat hebben jullie bedacht deze ronde. Dat hebben wij bedacht, ja. Ja, oké, okay, dat is een hele... Nee, daar verheugen we ons enorm op. Goed, de eerste, voor Jan-Jaap en Marcel. Ga in 3 stappen van Liza Minnelli naar doperwten. Heeft Liza Minnelli niet de Martine Bijlprijs gekregen voor de beste musicalactrice ooit? En is Martine Bijl ooit niet ergens met Johnny Kraaikamp doperwten gaan eten? En dan staat heb je het rijtje vol. Er zaten 2 fouten in. Het is eerst Kraaikamp en ze heet niet Kraaikamp. Dus Kraaikamp. Kraaikamp, ja. Dus, maar dat reken ik half goed. Veel artiesten zijn bang om mee te doen aan reclamespotjes. Het gevaar bestaat namelijk dat mensen hen alleen nog kennen van het product waaraan ze zich verbonden hebben. Bij Martine Bijl is dat gelukkig niet het geval. Wij kennen haar ook van de worteltjes, de boontjes en de mais. Voor Raoul en Hans. In 3 stappen van Femke Halsema naar de Schiphol-tunnel. Dat is een eindje, lijkt me. Ja, dit is zo'n stom spel. Ik kan er 100. Echt waar, ik hoor. Doe maar. Ja, ik kan er wel. Het slaat echt nergens op dit spel. Ik doe het alleen niet met de Schiphol-tunnel, maar met de Betuwe-lijn, goed? Nee, de Schiphol-tunnel. Nee, dat mag ook. Nee, dat vind ik ook. Met de Betuwe-lijn, dat weet ik hem ook wel. Maar dan niet met Femke Halsema, maar met... Nou ja, dat weet ik wel. Arts Genk en de Betuwe-lijn. Oké, okay. Arts Genk. Dat vind ik best goed. Arts Genk, die kan heel goed schaatsen. Ik flipje van water, water kan ik. Ja, ja. Maar goed. Doe maar. Nee, maar doe maar eerst. Goed schaatsen. Ja, zullen we Arts Genk goed schaatsen. Schaatsen, water, water, Betuwe-lijn. Ja. Ja, briljant. En nu deze. Maar Femke nu Femke Halsema, Schiphol-tunnel. Voor Schiphol-tunnel. Femke Halsema, GroenLinks. Zwanger. En dan de Schiphol-tunnel, maar als symbool voor de baarmoeder. Femke Halsema, vrouw, vrouw de Schiphol-tunnel. Ja, het is zo'n stom spel. Alles kan. Ja, ja. Femke Halsema, groen links. Bij mijn huis naar links en dan naar rechts. Kom je door de Schiphol-tunnel. Dat is echt niks. Dat is gewoon helemaal niks. Ik vind het briljant. Dit hele spel slaat nergens op. Echt goed. Nee, wij hadden Femke Halsema is zwanger. Zij wordt nu vervangen door Marijke Vos. Marijke Vos leidde de bouwfraude-enquête. En een belangrijk ding in de bouwfraude-enquête was de Schiphol-tunnel. Ja. Ja. Dit is echt het meest zinloze spel op aarde. Dit is gewoon, haal wat uit je hersens. Ja. Haal wat? Ja, ja gewoon, er komt iets in je hersens. Haal er eens wat uit je hersens. Oor. Oor, luisteren. Luisteren. Glas. Ja, voor mij, ik hou er wel van. Oké, nou heb je het nog meer? Ja, ik heb nog veel meer. Deze week werd ook bekend dat prominent PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma waarschijnlijk zwanger is. De politie gist nog naar de motieven van de dader. Dat kan echt niet. Ja. Femke Halsema is zwanger. En als ik haar hoor praten, denk ik, het persen is al begonnen. Voor Jan-Jaap en Marcel.
in 3 stappen van Raoul Heertje naar 50.000 euro. Jezus. In 3 stappen, hè? Niet meteen. Kijk, Raoul, zoals ik hem ken, mijn goede vriend, is toch een van de grote denkers van deze tijd. Ja. En daarom staat Raoul ook op de voorkant van de Japanse puzzels. Oh, dit is echt schandalig! Van Denksport. En als je... Ja, en als je die puzzels allemaal goed maakt, dan kan je... Als je het keer 1000 doet, 50.000 euro winnen. Ik vind hem briljant. Ja, dit is echt schandalig, hè? Ik zag het, hè? Ja, ik heb dit ook toevallig gezien. En dit is heel leuk, want dit moet je allemaal kleurtjes zetten en zo. En dan krijg je gewoon jouw hoofd. Nee, dat is juist. Ik heb hem ook gekocht. Er is helemaal niks even met mij te maken. Er zijn dus mensen... Wel, je staat erop. Nee, ja, alleen mijn hoofd. Maar ja. Binnen staat alleen maar puzzels. Er is helemaal niks met mij. Ik heb het allemaal gemaakt. Ik heb er niks mee te maken. Er is niet eens een vraag over, maar niks. Nee. Ik kom in de winkel, ik zie dat liggen. Er zijn dus gekken die puzzels. Die is veel zo, die maken puzzels. Japanse puzzels, Japanse puzzels. In kleur. Maar er zijn ook nog mensen die kopen dat omdat ik erop... Nou, dat ben je echt niet goed. Snik. Het slaat helemaal nergens op. Weet ik heb niks met het ding te maken. Waarom ben je er niet gewoon blij mee? Ja, ik ben er niet blij. Ja, hallo, je bent ook niet blij als je op achterkant... Voor is toch een reclame voor? Ja. Sorry, reclame dat mensen Japanse puzzels doen met mijn hoofd zien. Hoe zielig ben je als je zegt, nou, we gaan een puzzelboekje kopen. Oh, die betrouwen, heet je, dat is een leuke. Ja, maar dat is een leuk. Ja, die reken ik goed, dat is een punt. Ja, absoluut. Wij hadden bedacht, van Raoul Heertje verscheen een boek over de Comedy Train. Deze week, vorige week. Van de Comedy Train, hè? Niet van mij. Nee, van jou toch? Of nee, van de Comedy Train? Van de hele Comedy Train. Oh ja, maar jij en een boek met de Comedy Train. Dat verscheen bij dezelfde uitgeverij als die van Abdelkader Benali. Ja. Vajalucci, wat is het? Ja. En Abdelkader Benali won deze week de Libris Literatuurprijs ter waarde van 50.000 euro. Nou, zo makkelijk is het spel. Dus we proberen er nog eentje. In 3 stappen van Jim naar minister Remkes. Ja, dat is ook weer zo makkelijk. Die Jim, oh, dat vind ik zo erg. Dat soort mensen moet je toch... Oh, dat is net als treinterroristen. Die moet je helemaal negeren. Jim... Je bent wel heel negatief. Ach, dat is een Jim. Dat zijn mensen die kunnen niks. En er zijn marketingmensen die zijn briljant. En die maken van niks. Maar dit spelletje... Hij Jim. Zal horen zingen, die Jim. Die zingt dat lied zonder fout, hoor. Jim, die eet Mars. En van Mars krijg je slechte tanden. En dan kom je op Remkes. En hij is zo slecht. Hij is zo niks. Nee. Jim is met die andere loser, Jamai. Die gaat wel eens naar Jamaica. En daar is Remkes ook wel eens geweest. Oh ja. Vind ik ook goed. Zo kan je de honden bedenken. Ja, maar het is... Jim maakt reclame voor Mars. Mars voor zijn tandbedef. Tandbedef is het handelsmerk van minister Remkes. Ja, nou... Dat is toch geen spelletje? Dit spelletje is er echt uit. Je kan echt niet. Jullie hebben vast niet gekeken. Ja. Jawel, ik heb 3 minuten gekeken. Toen zag ik ze op die bank. Toen zag ik ze allemaal gaan huilen. En dacht ik, het is toch heel erg dat, dat mensen gewoon echte emoties hebben over helemaal niks. Over een totaal doorgestoken kaart, gelul, reclame, marketing ding. En dan gaan mensen echt huilen. Dat is kunst. Kunst is altijd om niks huilen. Nee, kunst is niet om niks huilen. Vond jij het gaaf, Hans? Ik vond het heel keigaaf. Jij probeert nu gewoon jonge mensen naar je theaterprogramma te krijgen. Nee, maar ik heb zelf een dochter van 19 en een zoon. Die keek wel. Maar in het begin dacht ik ook, daar ga ik niet naar kijken naar die onzin. Maar als je dus doorzet en je hebt... En je gaat 5, 6 keer kijken. Op een gegeven moment zijn het weer gewoon net zoals de nieuwslezer als iedereen huisgenoten. Die gooien er niet uit, die horen erbij. Ja. Ja, Jim en de Mars. Als je 50 Marswikkels inlevert, krijg je de single van Jim. En als je dan die 50 Mars in je oren propt, heb je er daarna helemaal geen last van. Jim in een reclame voor Mars, dat vind ik geen goed idee. Jim in een raket naar Mars, dat is een goed idee. Keiharde politieke Jim, hè? Ja, Jim. Die verdient nu al meer dan wij bij elkaar. Dat weet ik zeker. Dus dan die zit nu te kijken en die denkt... ik snap de grappen niet, maar ik verdien meer. Dat denk je echt. De punten na 3 ronden. Wij nog eens een mars. De punten na 3 ronden. Het team van Jaap schiet vooruit en het team van Raoul schiet niet op. Het is 8-7. Nou ja. De 4e ronde. 4 foto's op rij, 1 hoort daar niet bij. Oftewel, wie is de treinterrorist tussen de jihad-ronselaars? Voor Raoul en Hans.
vier pijlers onder de westerse beschaving. André Rieu, en meneer Bono, Hans Blix en Telau. Telau. Het is nog steeds hetzelfde spelletje. Ja. Het is niet weer een nieuw spelletje. Zoek een drankje bij de voornaam. Nou. Dan weet ik hem. Ja, dan weet ik hem namelijk, ja. Bono Brieze. Ja, ik, maar... ik wil een blikje cola. Radri. En klaar. En door, mensen. Ja. We zijn wel satirisch, ja, ja. Hè. Ik was je. Nee, zeg nou een echte antwoord maar eens. Het echte antwoord is, alle vier, van alle vier is de vader dirigent. Echt waar? Ja, dat is waar. Ja, ja, André Rieu, zijn vader was dirigent. Bobo. Bobo? Je hebt je verraden. Het ging zo goed, hij trapte er helemaal in, man. Zeg je de Bobo. Nou is het weer weg. Nou heb je het verpest. Nou moeten we iets gaan verzinnen. Ik dacht dat het die vet van de Kings was. André Rieu. Ja. André Rieu. Ja, is het misschien... André Rieu, die heeft een voornaam. Hans Blix heeft een voornaam. Telau heeft... Maar Bono... Die heeft geen voornaam. Nee. Bobo. Fred. Fredje Bono. Oh, ben Fredje Bono. Dat klinkt er niet. Dus het is niet Fredje. En hij heeft geen voornaam, toch? Dat is toch goed? Het is goed, hè? Zie je wel? Zelf... Hij heeft toch niet Fredje, hè? Want daar eet ik echt mijn schoen op, hoor. Fredje Bono, dat is een van de oplossingen uit de Japanse. Fredje Bono. We hebben een oplossing, die kan je gewoon niet verzinnen. Luister goed. Rieu, Blix en Bono werden door Time lezers uitgeroepen tot helden van vandaag. Ja. Ja, van vandaag de dag. André Rieu ook? Ja, André Rieu werd uitgeroepen tot held van vandaag. En Telau vroeg zich in een liedje ooit af wie de helden waren. Laat dat maar even bezinken, ja. Time lezers, hè? Time lezers. André Rieu ook al? Ja. Jeetje, dat heeft die kerel het ver geschopt, hè? Ja, daar zijn wij toch wat min. Ben jij eens uitgeroepen tot iets? Nee, nergens toe. Niet tot gewoon. Ja, wel, ik ben een keer klasvertegenwoordiger geweest. Van de crash. Nee, maar dat was, dat was op de Mulo. En toen bleek het later ook nog doorgestoken kaarten. De eindstand van vandaag. 9 dagen in de zon voor het team van Jan-Jaap. En 9 dagen in de Gaza-strook met Anja Meulenbelt voor het team van Raoul. 9-8. Met dank aan de gasten naast Raoul, Hans Dorrestein. En naast Jan-Jaap, Marcel van Tilt. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van Dit Was Het Nieuws van deze week. Maar niet voordat we hebben gekeken naar... André de Vee geniet thuis van vrijspraak. Jeugdcriminaliteit Irak sterk gedaald door lik-op-stuk-beleid. Gemeente Maastricht presenteert nieuwe Phoenixwijk. Eindelijk oplossing gevonden voor jeugdcriminaliteit. Dit was het nieuws. Goedenavond.